Energiebesparing speelt een zeer grote rol in de duurzame energiesector, net als wind, warmte, zon, PV, biomassa en biogas. Deze sector bestaat voor een groot deel uit kleine en middelgrote bedrijven. Gerrit-Jan van der Pol van GNB Bioenergie is een van de ondernemers die zich richt op biomassa. Nou, biomassa in Nederland, daar is veel van. Is eigenlijk overblijfselen van teelt of hout wat niet meer gebruikt wordt, waar we proberen energie uit te halen. Rioolslip wordt in eerste instantie op een waterzuivering ingedikt, want rioolslip is heel veel water en een heel klein beetje vaste stof. En het gaat om die vaste stof, daar zitten heel veel waardevolle producten in. Nou, er zijn verschillende manieren in Nederland hoe je dat slip kunt drogen. Sommigen doen ze met gewoon verbranden, je kunt het drogen met gas, maar je kunt het ook biologisch drogen, zoals hier gebeurt. Maakt op zich niet uit, maar het gaat om die droge stof, het droge gedeelte in dat slip. Want daar zitten hele leuke stoffen in die we als maatschappij eigenlijk niet moeten wegspoelen met het afvalwater, maar moeten hergebruiken. Omdat nou, bijvoorbeeld deze producten die je ziet, dat zijn allemaal belangrijke kunstmeststoffen. Waar heel veel energie en grondstoffen voor nodig zijn om ze normaal gesproken te winnen. Maar als je het afvalwater niet weg laat spoelen in de rivier of in de zee, dan kun je dus uit het afvalwater heel veel terugwinnen. En dat is eigenlijk waar wij in het land mee bezig zijn met afvalwater. Nou, hier zijn een aantal producten die uit dat slip komen. Dit is de stof stikstof, die gewonnen is in ammoniumsulfaat, een moeilijk woord. Die komt met name uit het beluchten van slip. Daar komt veel ammoniak uit. En als je dat probeert te vangen, kun je dit product maken. Een ander product komt puur uit urine. Daar zit met name fosfaat in en ook weer stikstof. Ook een leuke kunstmest. En dit is het gedroogde slip. Als je die tot een pelletje drukt, dus eigenlijk tot een brokje maakt, waar eigenlijk alle stoffen die in een slip zitten nog steeds in zitten. En die kun je ook gebruiken als meststof, maar ook als brandstof. Er zit ook al veel energie in. De boodschap is eigenlijk dat wij helemaal niks van ons afvalwater meer mogen lozen op ons openbare water nadat het gezuiverd is. Behalve dan het schone water. Maar de rest moeten we proberen allemaal terug te winnen en weer nuttig her te gebruiken. Zodat we 100% recycling hebben van ons afvalwater.